In deze video gaan we kijken naar een elektrische schakeling die ook wel de brug gelijkrichter wordt genoemd. En uh, die schakeling heeft uh, een, een hele specifieke functie en dat heeft te maken, ik heb als voorbeeld hier eventjes uh, een mobieltje uh, gepakt, dat heeft te maken met uh, apparaten die op zogenaamde gelijkstroom werken. En de gelijkstroom is eigenlijk uh, wat we tot nu toe altijd zijn tegengekomen bij uh, uh, de opgave in het boek en ook bij de theorie in het boek. Uh, dat is uh, dat je te maken hebt met een, met een batterij of een stroombron, waarbij de ene kant de plus is en de andere kant de min, en die verandert verder niet. En uh, ook in jouw uh, mobieltje zit een uh, accu die een gelijkstroom uh, levert. En als je die accu wilt opladen, dan moet je ook een gelijkstroom uh, aanbieden. Het probleem echter is dat je een mobieltje oplaadt in een stopcontact, en het stopcontact is een wisselstroom. En met wisselstroom wordt bedoeld dat de plus- en minpolen in de loop van de tijd van positie wisselen. Als eerst de ene kant de plus is, dan is op een gegeven moment de andere kant de plus. Uh, en dat gaat vrij snel, dat gaat uh, 50 keer per seconde. Het probleem is dus dat je met een stopcontact heel moeilijk een telefoon kunt opladen. En daarvoor heb je dus iets extra's nodig en die extra uh, schakeling die je nodig hebt, dat is de gelijkrichter, oftewel de graadschakeling genoemd. Dus in elke oplader van elke telefoon zit zo'n schakeling. Nou, Even kijken naar de symbolen. Het stopcontact, daar zie je zo'n slingertje bij. Dat wil zeggen dat we daar te maken hebben met wisselstroom. En de graadschakeling bestaat eigenlijk uit uh, vier diodes. En uh, een diode heeft als eigenschap dat het maar in één richting de stroom doorlaat. We gaan eens even kijken of uh, de graadschakeling inderdaad doet, de bruggelijkrichter inderdaad doet, wat hij zou moeten doen. En dat is de stroom op de juiste manier aanbieden, in de juiste richting aanbieden bij, de te uh, bij het telefoontje, ongeacht welke kant van de stopcontact de pluskant is. Nou, we gaan even allebei de situaties bekijken. Dit is uh, situatie 1 en dan neem ik even aan dat uh, de pluskant uh, aan de bovenkant zit van stopcontact en de minkant aan de onderkant van een stopcontact. Nou bij de pluskant van het stopcontact kan ik een stroomrichting aangeven. Want de stroomrichting loopt altijd van plus naar min. En dan zul je zien dat uh, de stroom de kraatschakeling inkomt. En uh, daar krijg je dus te maken met het effect van die diodes. De diodes die nu rood gekleurd zijn, die blokkeren de stroom. Als je kijkt naar de stroomrichting, die zal nooit die aftakking kunnen nemen door die twee rode diodes heen. Hou je over de diode in het groen en die zal de stroom doorlaten, waardoor je het volgende krijgt: de stroom zal op deze manier bij het mobieltje kunnen komen. En dan zul je zien dat inderdaad de pluskant van het stopcontact is verbonden met de pluskant van het mobieltje, wat ook zou moeten. We gaan ook even checken bij uh, de minkant van het stopcontact: is dat dan ook goed geschakeld? Nou, dan kijken we even bij de minkant: hier komt de stroom aan, die komt uh, dus. Uh, uh, het stopcontact in aan de onderkant. En als je even terugloopt, dan zul je zien uh, op het moment dat de stroom de graadschakeling uitkomt, dat die eigenlijk alleen maar uit de groene uh, diode kan komen rechtsonder en niet vanuit de richting van de rode diode, want die blokkeert. Die staat in de verkeerde richting de stroom door te laten. Uh, en dat geldt ook voor de andere rode diode, die staat ook verkeerd om, wa waarmee je eigenlijk kunt aantonen dat inderdaad de stroom. Vanuit de minkant van het telefoontje uh, loopt en in contact staat met de minkant van stopcontact. Dus in deze situatie doet de graadschakeling precies wat je uh, hoopt dat hij doet. Moeten we natuurlijk ook nog even situatie 2 checken. En in situatie 2 zijn de plus en min precies omgedraaid. Waardoor ik dus hieronder een stroom krijg lopen, uh, krijg lopen uit stopcontact. Die komt uh, de graadschakeling in. Moet je weer even goed kijken in welke richting de stroom doorgelaten wordt en in welke richting die tegengehouden wordt. En dan zul je zien dat de stroom door de diode rechtsboven kan en niet door de diode rechtsonder. En dan bij de volgende kruising ook naar rechts gaat en niet naar links, door de andere in het rood aangegeven diode kan. Want die blokkeert hem ook. Die blokkeert die stroomrichting ook. En wat zie je nu? Ook wanneer de pluskant van de stopcontact aan de onderkant zit. Is die nog steeds verbonden met de pluskant van het telefoontje. Dus uh, ook hier uh, geldt dat plus en plus verbonden zijn. Gaan we ook nog even de min checken. Hier komt die uh, aan de bovenkant moet uh, de stroom dus weer stopcontact inkomen. Als je kijkt naar de graadschakeling, dan zie je dat het alleen maar kan wanneer de stroom loopt door de groen aangegeven diode linksonder. Uh, en je ziet dus dat in allebei de situaties de plus- en de minkant van de telefoon goed verbonden zijn met de plus en de minkant van het stopcontact. Terwijl die plus- en minkant bij het stopcontact dus om en om afwisselen. Dus wat doet een graadschakeling, oftewel een bruggelijkrichter, die maakt van een wisselspanning een gelijkspanning.